De actie begon bij Engelse voetbalclubs. Tot en met maandagnacht posten ze niets op sociale media. Een boycott noem je dat. Online haat en discriminatie moet stoppen, vinden ze. En daar spelen sociale media een grote rol in, zegt de Engelse Voetbalbond. Whilst I do acknowledge some progress, it's not enough progress. And that's why we have to use our collective voice in the way in which we are. Al gauw volgden meer sporters en sportbonden. Dit zei Formule 1 coureur Lewis Hamilton. It's clear that racism continues to be an issue. And I think social media platforms do need to do more in order to combat this. And so I'm fully supportive of the initiative. De Nederlandse Voetbalbond, de KNVB, reageerde ook. Ze nemen discriminatie serieus, zeggen ze. Maar doen niet mee met de actie. In de reactie schrijven ze dat het in Engeland al langer een groot probleem is. Die voorgeschiedenis kennen wij hier niet. En dan komt een boycott uit het niets, laat een woordvoerder van de KNVB weten. Nou, dan heb je echt in een grot geleefd. Presentator Umberto Tan hoort bij een groep mensen die onderzoek doet naar racisme en discriminatie in het voetbal. En de Nederlandse Voetbalbond hierover advies geeft. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de KNVB dit zegt. We hebben een foto gehad met spelers van Oranje, van de KNVB, met onder andere Depay, met Ver, met superveel racistische reacties daaronder. Niemand kan je verplichten om mee te doen met een actie. Maar je kan niet zeggen, die voorgeschiedenis, zoals in Engeland, kennen wij niet. Voorbeelden genoeg, zegt Umberto Tan, niet alleen online. Misschien herinner je het verhaal van Excelsior-speler Ahmed Mendes Morera nog wel. Hij liep boos en verdrietig het veld af nadat supporters racistische dingen riepen vanaf de tribune en oerwoudgeluiden maakten. Ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het ook vooral voor die kinderen. Gelijke kansen voor kinderen. De KNVB heeft dus benadrukt dat ze het probleem zeker wel zien en serieus nemen. Maar volgens Umberto Tan komt er meer bij kijken. Je moet hier klip en klaar zijn. Als jij niet actief wil bestrijden, ben je onderdeel van het probleem.